Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag zit ik op het bankie. Afgelopen weekend ben ik naar de Koistra Metal Detectors Rally geweest in Friesland. En het was een onwijs leuke dag. Vooral om heel veel mensen die normaal kijken even te ontmoeten, even een praatje te maken. Sommige mensen te helpen, sommige mensen gewoon even gedag te zeggen. Lekker gezocht, er waren mooie prijzen. Het was gewoon een topdag. Eén ding viel me wel op. En ik denk dat er nog best wel een hoop te leren valt. Ik zag heel veel mensen die toch met verkeerde instellingen liepen. Die naar me toe kwamen, even een praatje gemaakt, even naar de metaaldetector gekeken. En na een uurtje kwamen ze dan weer terug bij me van, joh, wat een verandering. Het is niet zo heel erg moeilijk. Tenzij je weet wat je doet. En er zijn toch nog wel veel mensen die met een metaaldetector lopen en wat dingetjes door elkaar heen halen. Dus ik dacht, misschien is het wel een mooi moment om gewoon eens kort uit te leggen welke instellingen wat doen en waarom. De eerste drie instellingen zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. Je sensitivity, je discriminatie, je grondbalans. Je grondbalans filtert allerlei rare frummeltjes en dingetjes uit die in de grond zitten. Gaat een signaal de grond in, daar komt hij wat tegen en het komt veranderd terug. En dat zorgt ervoor dat je metaaldetector een beetje knettert. Als je grondbalans goed is, dan gaat er een signaal in. Dan heeft de grondbalans die kleine signaaltjes, die frummeltjes, die ja, mineralisatie uitgefilterd. En dan komt het weer redelijk schoon terug. En krijg je dus niet al dat geknetter en dat gekke geluidje. Wat zorgt nog meer voor al die bijgeluidjes? Als je sensitivity veel te hoog staat. Ja, dat kan. Mensen denken altijd, sensitivity moet zo hoog mogelijk. Want als ik hem zo hoog mogelijk heb, ga ik zo diep mogelijk. Ja, dat is waar. Nee, dat is niet waar. Als je sensitivity te laag staat, gaat het je diepgang kosten. Maar als je sensitivity te hoog staat, dan is die zo gevoelig dat... Als je sensitivity te hoog staat, is die zo gevoelig dat je ook allerlei signalen krijgt van buitenaf. Je buurman, de telefoon, noem het allemaal maar op. Ik kan een heel lang verhaal van maken. Te hoog is niet goed. Te laag is ook niet goed. Dus wat je doet is, je zet hem bijvoorbeeld op 90. Als die tot 90 gaat, want niet iedere metaaldetector is hetzelfde. Als je bijvoorbeeld een Garrett hebt, zet je hem tot 5 blokjes. En dan ga je steeds een stapje terug. Net zolang totdat hij stil genoeg is. Dat is goed. Je hoeft niet over de top. Dan heb ik heel veel mensen op het veld zien lopen die de discriminatie helemaal uit hadden. Dat is prima. Daar kan je goed mee zoeken. Dan hoor je alles. En dan... Maar dan moet je wel exact weten wat je doet. Als je op een vreemd veld loopt en je loopt tussen 500 andere mensen en je hebt de discriminatie op nul staan en er zitten heel veel ijzertjes in en je bent nog niet helemaal gewend aan alle geluidjes en alle... Je hele detector, je weet nog niet precies het verschil te vinden, dan ben je heel veel ijzertjes aan het graven. En die ijzertjes, ja, die hoef je op dat moment niet. Dus je discriminatie zal je wat omhoog doen. Hoe hoog? Dat ligt een beetje aan jezelf, vanaf wanneer wil je iets niet meer. Kleine spijkertjes, kleine ijzertjes, die komen vaak tussen de 0 en de 10 binnen. Dus die eerste 10 kan je gerust op dat moment even uitzetten. Heb je nou heel veel, nog meer heel veel troep, wat tussen de 10 en de 15 binnenkomt, kan je die gerust ook nog even wegzetten. Gaat je detector nou niet tot 100, dan zal je alles moeten verlagen. Bij een mijnlab bijvoorbeeld ga je niet tot de 100, dus moet je alles verlagen, dus zal je disc ook lager moeten zijn. Goed onthouden.
Wat zag ik nog meer, wat heel erg opvallend was, is dat mensen hun geluiden aanzetten. Je kan bijvoorbeeld kiezen tussen geluiden, maar doordat ze zoveel geluiden gebruiken, ze eigenlijk niet meer goed kunnen bepalen wat welk geluid is. 5 tonen of 50 tonen of alle tonen klinkt heel mooi, want dan kan je alles onderscheiden. Maar dan moet je exact weten wat je doet. Dan moet je lang met je metaaldetector lopen en moet je echt gewend zijn aan die metaaldetector. Mijn advies voor een beginonderzoeker is: begin met 2, 3 of 4 tonen. Begin met 2 tonen. Dan heb je een lage toon voor lage conductors, een hoge toon voor hoge conductors en een bus, een brommetje voor ijzer. Dat is makkelijk te onthouden. Pas als je echt onderscheid wil hebben tussen een kopermuntje, een zilvermuntje en een tin lepeltje, kan je meerdere tonen aanzetten. Maar dan moet je echt weten wat je doet. Anders raak je in de war. En door de drukte om je heen ga je dus minder graven. Dan zag ik ook nog dat mensen heel vaak hun schotel niet goed gebruikten. Je stelt je metaaldetector af op een bepaalde lengte, dat het goed voor je rug is, dat je rechtop kan lopen, dat je niet te veel kracht hoeft te zetten om hem op te tillen, maar dat hij ook niet over de grond heen sleept. Ongeveer zo'n stukje van de grond af is goed. Niet hoger, niet lager. Ongeveer zo'n stukje boven de grond. Staan er nou heel veel stoppeltjes en andere dingen, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar er is natuurlijk altijd op alles wat ik zeg is een antwoord. Maar ongeveer op zo'n stukje boven de grond, op een grasveld of gewoon ergens op het strand, is goed. Maar zorg dan dat je recht blijft. Als de grond zo loopt, zorg dan dat je schotel ook zo loopt. En draai met je heupen mee. Draai een half rondje. Maar zorg dat die schotel altijd even hoog bij de grond vandaan is en vlak met de grond meegaat. Wat ik zag, mensen renden het veld op en het eerste wat ze deden is dit. Zo zwaaien. Dus wat gebeurt er? Hier heb je niks, hier heb je niks, hier heb je niks. Hier begint hij een klein beetje, maar is hij heel ondiep. Hier is hij goed en hier wordt hij al ondieper. Hier heb je alweer niks. Dus je bent eigenlijk gewoon een heel klein beetje een metaaldetector. Terwijl als je zo loopt, pak je alles. Ik zag het heel vaak voorbij komen. Ik zag ontzettend veel mensen zag ik zo doen. Kost ontzettend veel energie, het is zwaarder en je gebruikt je metaaldetector maar voor 20%. Zonde, kost je tijd en energie, wat niets oplevert. Wat zag ik nog meer? Het graven. Ik heb onnoemelijk veel gaatjes al gegraven in beeld. Ik heb het ontzettend vaak al gezegd en voorgedaan. Graaf netjes, zowel open als dicht. Ik zag ontzettend veel mensen die 1 keer in de grond staken, een gigantische bak met grond omhoog schepten. Het kwam overal terecht. De vondst was verdwenen, want je weet niet meer waar je het neergegooid hebt. Zat het nou in die kluit die in 3 gevallen is? Of zat het in de grond? Wat je eigenlijk vaak te diep gegraven hebt. Zoeken, prikken, scheppen, 1 grote baggerbende. En daarna, of ze liepen zo weg, of ze namen nog net de moeite om het kluitje erin te trappen, maar al die grond eromheen die bleef leggen. Je bent de gast bij iemand. Graaf netjes. En of je dat nou met een steek doet en een polletje uitsteekt, of dat je gewoon graaft, zorg dat je het netjes houdt. Zorg dat je het weer netjes terug doet met het gras aan de bovenkant, dat als je wegloopt, dat het netjes is. Je bent de gast. Dat is het minste wat je kan doen. Wat ik nog verbazend veel tegenkwam, was een gat wat gegraven was, waar de vondst nog in zat. Is de vondst niet leuk, dan is dat pech hebben. Maar dat gaat wel in je zak. Doe niet terug. En de allerergste wat ik nog tegen ben gekomen, zijn gaatjes met pakjes drinken erin. En niet van een jaar geleden, nee, verse pakjes drinken. Verse blikjes. Ik heb expres een 10-15 gaatjes die opengegraven zijn, opengegraven om te kijken wat erin zit. Meest waren het vondsten die teruggegooid waren, maar er zaten ook verse pakjes drinken bij. Er zaten ook blikjes bij. Not done. Echt not done. Was het dan alleen maar negatief? Nee, totaal niet. Het was een super, super mooie dag.
En het is alleen maar iets wat ik mee wilde geven. Ik heb het gezellig gehad. Ik heb ontzettend veel leuke mensen tegengekomen. Er zijn ontzettend mooie vondsten gevonden. Het was gewoon echt gewoon een topdag. Ik kijk daar echt naar terug van wauw, dat moet nog een keer gebeuren. Want het is echt gewoon een superdag. Koistra heeft daar ontzettend veel zijn best voor gedaan. En alle mensen die er waren, waren aardig. Hielpen elkaar. Waren vriendelijk. En er is geen onvertogen woord gevallen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.